Welkom bij TCG & Toys. We gaan weer verder met de underwebs. Er zijn wel underwebs. We hebben weer twee om te openen. We beginnen met de eerste. Tot nu toe hebben we er 6 geopend. En alle 6 nieuwe. Dus het gaat goed. Look at the nose. We hebben weer een roze bal. En de clue is... Up. Oh ja, on top of... Wat was het? On top of the mountain. Een up en een mountain namelijk. The top of the mountain. Code die we nodig hebben om dit te kunnen openen. Peace and love, nee. Lucky and devil. Sweet and candy. Fire and snowflake. Nee. 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 Ja. Volgende, waar je snowflake hebt gehad. Nee. Nee. Ja, dan gaat het klepje open. En de laatste. Lucky Devil. Nee. Peace and love. Wind and sunshine, dat is hem. Ja, dat is hem. Zo, gaan we weer de kamer draaien. Dan gaan we kijken wat we hebben. We hebben een rode bottle met een zwarte top. Zwarte schoentjes. Een zwart, een rood outfit. Met een mooie, coole bril. En wat hebben we hier nog? Een pacifier. Een metallic pacifier. En weet je wie we dan hebben? Ik vind het echt geweldig. Een hele mooie gemaakt. Dit. Dit is een heat warmer. Yes, ze kan verkleuren. Nou is het een beetje bruinachtig. Als ik dit doe. Kijk dan, het wordt wit. Te gek. Het is een kleurveranderer in ieder geval. We gaan eerst de volgende openmaken. En dan gaan we kijken... Hoe ze echt van kleur kunnen veranderen. Komt bijna. Hier is de spyglass. Nou, ik weet niet. We hebben weer een roze bal.
Hier zit de clue. En wat is de clue? Weer een Egyptian piramide. Gaan we eerst starten aan deze kant. Diamond en crown. Nee. Rain and sun. Peace and love. Lucky and devil. Ja, deze werkt wel. Candy and sweet. Hoe is dat? Lucky and devil. Nee. Peace and love. Rain and sunshine. Diamond? Nee. Fire en snowflakes, dat is hem. Verder. Lucky and devil. Nee. Peace and love. Ja, dat is hem. En dan deze. Diamond. Nee. Wayne and sunshine. Ja, perfect. Oeh, ben benieuwd. Welke deze is, of we dezelfde hebben, of we hebben gewoon geluk dat we allemaal Egyptian hebben. De camera draaien. Even kijken. Nou, beginnen we even met de gordel. Hoe werkt dat? Volgens mij hebben we deze al gehad, hè? We gaan ze wel allemaal uithalen. Schoentjes, wat is dit? En, oh, hier zit die andere. Deze is voor ons dubbel. Ja, dan kan je zeggen, dit is de eerste die we open hebben. Nou, het is deze. Oh, hij gaat eruit. Een necklace. En de outfit. Dus deze is dubbel. Hier is ze. En dit is 80. Bibi. Zij kan ook van kleur veranderen. Zoals je kunt zien. Dus we gaan er even aankleden. En dan gaan we kijken of zij ook kleur kan veranderen. Of niet. Die andere kon misschien ook niet van kleur veranderen. Schoentjes. Schoentjes. Ketting om. Oh, die gaat wel makkelijk om. Maar die zit niet. Zie ik. Ketting om. Jeetje. Ketting om. Oh. En volgens mij hier zit een plas, hè? Een spuug, hè? Of een kleurveranderaar, hè? Wat was het? Een spuug of een kleurveranderaar? Nou. Te gek ziet ze eruit. We gaan die andere ook kijken hoe ze van kleur verandert. Pak een bakje met ijswater en warm water. En dan gaan we kijken wat ze... Zo, we zijn weer terug. Ik heb een bakje met ijswater en warm water. En we gaan eerst kijken wat trillen kan. Gaan we eens in de ijswater dompelen. Wat kan ze wat in... Oeh, de haar wordt al wat lichter. Ja, de haar wordt lichter. De ogen zijn gewoon donker. Volgens mij is het een warm water type. We gaan kijken. Wow, maar kijk, de haar wordt gewoon wit hoor. Zie je dat? De haar wordt gewoon wit. Kan het pakje ook veranderen van kleur? Nee. Ja, het water is niet zo heel warm weer. Maar dan zie je wel dat het wit is. Kan ze ook iets anders? Of ze kan plassen? Nee, het is een spugen.
Dus betekent dat dit een kleurveranderaar is. Een warmtekleuren. En deze heb ik al gezien. Ik had al een keertje opgemaakt. En dit is een koud kleur daar. Ik zou even ijswater in dompen. Kijk. Wow. Ja, het wordt gewoon paarsé. De outfit verkleurt ook. Ja, geweldig. En ze krijgen ook hele outfit aan. En ze kan spugen. Elke kleurveranderaar kan ze wat spugen. Dus dat was ze. Kleed haar nog even aan. Snel. Oh, hij wil het topje even niet aan. Ik zit naar buiten te kijken, omdat ik een pakketje verwacht. Ik zit op deze verdieping van mijn kamer. Dan moet ik wel de deuren in de gaten houden namelijk. En de bril, mooie, super goede bril. Maar die laat ik wel af. Nou, dit was het. Wil je niks missen? Abonneer op mijn kanaal, want ik plaats elke dag een nieuwe video update. En hopelijk zie je de volgende keer met een nieuwe video en een nieuwe update. Tot dan. Bye bye. Doei.